SP-partijvoorzitter Jan Marijnissen uit Os is gisteren in het ziekenhuis gedotterd. Hij was eerder onwel geworden op een partijcongres in Breda. Marijnissen moet nog wel een paar dagen in het ziekenhuis blijven, maar een woordvoerder zegt dat het weer goed met hem gaat. Tijdens de TK worden er veel minder megaschermen geplaatst in Brabantse gemeenten dan bij eerdere toernooien. Dat komt omdat er sinds een jaar veel strengere veiligheidsmaatregelen zijn. En dat maakt het voor de organisatoren een stuk duurder. Gemeentes geven door die strengere regels minder snel een vergunning. Er is een film gemaakt over de 19-jarige Juliano Westiner uit Veldhoven. Hij zou de eerste Nederlandse bokser worden die zich na 20 jaar weer plaatste voor de Olympische Spelen. Maar hij wist zich niet te kwalificeren. De film is getiteld De Zwijgende Bokser en draait nu in de bioscoop. Het is de laatste dag van de Special Olympics in Den Bosch. Omroep Brabant doet sinds donderdag dagelijks verslag van de Spelen voor sporters met een handicap. Vanavond om 7:10 is de laatste aflevering.